Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 Update. Nadat we gisteren nog in een druk paddock stonden, hebben we vandaag lekker relaxed de Shell Beach House opgezocht. Hier op het strand van Zandvoort. Ja, lekker man. Want Ronald, we dachten we gaan even lekker bij die poort staan. Maar er is nog geen meter gereden hier met Formule 1 auto's. Het is dan nu al hartstikke druk. Ja, waanzinnig. Kijk, ik zit natuurlijk op dat circuit de hele dag. En jullie zitten hier. En de bedoeling was, ja, kom jij hier maar even heen. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je de paddock uitgaat, dus waar je dit kaartje voor nodig hebt, dan is dat ontiegelijk druk. Ja, die mensen zitten naar niks te kijken, want op donderdag is er niks. Ja. Maar dat is al waanzinnig druk en dan ga je hier de poort uit en er staan er ook dromme mensen die dan iets van hun held proberen op te vangen. Ja dat zegt denk ik alles over hoe het leeft. Het leeft enorm hier in Zandvoort. Ja. Ook mooi om te zien als je vanaf het treinstation komt. De hele straat hangt vol met zwart-wit geblokte vlaggen. Ja, vind mooi. Ik leuk om te zien. Ja. Ook de coureurs die zijn vandaag aangekomen. Echt aangekomen op circuit van Zandvoort. Ja. Was de eerste reactie? Positief, positief. Nou ja, ze gaan natuurlijk ook niet zeggen van, nou ja, ik ben niet nieuw, ik vind er geen zaak aan, dat zegt niemand. Maar nee, iedereen was tevreden. Iedereen had er echt zin in. Niet alleen in het circuit zelf, maar ook zeker in de sfeer. Hè. Wij hebben het al over hoe het leeft. Nou, Daniel Ricciardo zei letterlijk, ik denk dat ik kleurenblind ben aan het eind van dit weekend. Want ik zie alleen nog maar oranje. Vanaf vrijdag de eerste training tot zondag dat de finishvlag valt, ga ik alleen maar oranje zien. Zegt de man die al het hele seizoen in een oranje pitbox staat. Ja, maar goed, ga door. Hij voegde toe, and I love it. Dus hij heeft er wel zin in. En ja, dat circuit zelf ook. Hè. Het ging vandaag echt over de kombochten vooral. Het leukste vond ik nog Esteban Ocon. Die zei, ja, de enige banking die ik gewend ben is de Sachscurve in Hockenheim. En de mensen die daar wel eens zijn geweest weten dat in het stadiongedeelte is, hè, de laatste sector. Nou ja, als je daar wel eens gelopen hebt, dat stelt eigenlijk niks voor. Zeker niet vergeleken met dit. Dus hij zegt van, ik heb hier even een trekwolkje gedaan. Ik viel zo bijna om, ik viel zo'n beetje om. Dus die vinden het prachtig. En ook complimenten van Max Verstappen. Hij heeft zich tot nu toe altijd een beetje op de vlakte gehouden over Zandvoort en de Grand Prix hier. Maar hij zei, nee, ja, weet je, als ik het hier zie, het is echt een arena. En dat is het ook. Hè. Iedereen die dat circuitterrein oploopt, ziet die enorme tribunes, wat een beetje Monza-achtige stijl is. Ik heb ook al Mexico gehoord van de laatste sector. Nou ja, gaat misschien een beetje ver, maar goed. Het is echt arena. En Max zei, ja, heel diep petje af voor wat ze hier allemaal neergezet hebben. Ja, het rechte stuk is Monza. De Hans Ernst is Mexico. Ja. Mooie combo. Ja. Je hebt het over Max. Die is normaal niet zo van de trackwalks. Nee, helemaal niet. Maar voor zijn thuiscircuit. Ja, ik zag hem ineens. Kijk, wij konden ook de baan op, maar ik zag ineens ook beelden van hem. Ik denk, verrek, weet je wel, op die grote scherm in het mediacenter. Ik nog een keer goed kijken. Ik denk, zie ik dat goed? Is dat echt Max? Maar ja, oranje petje, blauwe accent. Ik denk, ja, verrek, dat is hem. Maar inderdaad, die Nederlandse media calls die wij vaak met hem hebben, daar zegt hij eigenlijk altijd in van, ja, ik doe geen trackwalk. Ik rijd mijn eerste rondje in VT1, rijd ik dan wel ietsje langzamer. En dat is dan mijn trackwalk. Maar vandaag deed hij het wel. Het was trouwens geen relaxte trekwolk, want hij had overal waar hij liep, had hij 20 fotografen om zich heen. Dus hij werd overal gevolgd. Maar goed, Max wil toch wel even die kombochten nog nader inspecteren. Hij is de enige die daar al op heeft gereden, hè? Bij de heropening van het circuit. Daar waren wij ook bij. Toen heeft hij een paar rondjes gedraaid. Maar hij dacht toch van, laat ik deze donderdag eens aangrijpen om een rondje te maken. Ja, daarna zat hij in de persconferentie toen de fotografen hem met rust hadden gelaten. Ja. Waar ging het erover? Nou ja, ook Zandvoort algemeen, hè, wat ik zei. De VIA probeert ook een beetje te vissen naar leuke Zandvoort-quotes, wat altijd leuk is voor social media. Maar goed, daar ging het over. Nou ja, Max was enthousiast, zoals gezegd. En het ging ook over het boegeroep. Hè. Inmiddels ook al wel een klein themaatje hier. Ik weet dat de Formule 1 en ook de VIA, die hebben voorafgaand aan dit weekend, hebben zij met meerdere stakeholders, nationaal en internationaal, dan moet je denken aan wat bekendere figuren uit de sport en uit de media, die hebben zij om advies gevraagd. Van oké, hoe kunnen we misschien de spanning een beetje uit de lucht halen? En Olaf Mol is onder meer gevraagd. En die heeft gezegd, nou laat ze maar een filmpje opnemen waarin ze samen staan. Dat is bij mijn weten niet gebeurd. En Max was er ook vrij laconiek over. Hij zei van ja, Lewis gaat er goed mee om. Die kan er wel tegen. Dat is de belangrijkste. En hij zei, verder zie ik het als voetbal. Hij zei, ik ben fan van PSV. En als die uit gaan spelen tegen Ajax, dan is het ook joelen, fluiten en doen. Hij zei, ja, dit is een uitwedstrijd voor Lewis Hamilton en daarmee keur ik het gedrag niet goed. Maar ik denk dat het niet te vermijden is. En hij gaf ook aan van, ja, ik weet niet hoe ver mijn invloed reikt. Ik kan wel iets gaan zeggen, maar gaan de mensen dan naar mij luisteren, ja of nee? En hij dacht dat het antwoord op die vraag nee luidde. Ja. Door dan naar Lewis Hamilton, de man die misschien heel misschien wordt uitgefloten dit weekend. Maar hij doet er alles aan om de harten van het Nederlandse publiek te winnen, want...
Hij hield zich keurig aan, de dresscode vanochtend. Ja, ja, oranje, volledig oranje. Hij of zei, hij wilde gewoon niet opvallen. Dat nou ja, ook. Hij zei, it suits me well. Dus hij was er zelf wel redelijk over tevreden hoe het hem afkleedde, zeg maar. Nou ja, ik had eerst het idee van, oké, Lewis heeft ook gewoon kaartjes hier gekocht voor de oranje tribune. Die is uitgeloot en die komt nu hierheen. Nee, maar gekheid natuurlijk. Maar Lewis, hij zei, ja weet je, ik heb hier niet veel fans, dat weet ik ook. Hij zei, ik heb wel fans in Nederland, maar ja, die zijn misschien op één hand te tellen. Dus hij weet ook wel dat het een uitwedstrijd gaat worden. Maar hij houdt wel van dit circuit. Hij zegt, wat ik gezien heb, de eerste impressie is heel positief. Ik ben ook heel benieuwd hoe die kombochten gaan aanvoelen. En zei hij, als de mensen dan willen joelen, dan probeer ik mij daarvan af te sluiten. En ik probeer het vooral om te zetten in iets positiefs. Hij zei, I absorb it en dat maakt mij alleen maar sterker. Ja. Aldus Lewis. Door dan maar even naar het inmiddels vaste onderwerp van deze Formule 1 update. Is Bottas nou al zijn vertrek bevestigd of nog steeds niet? Nou, dat komt. Ik heb nog een paar leden nodig voor die George Russell fanclub. Dus ik heb gezegd, wacht nog even. Ja, dan kunnen wij de lobby. Ja, dan kunnen wij het er langer over hebben. Nee, grapje. Het zit er echt aan te komen. Vandaag had je weer een paar van die hints, voor zover we dat nog nodig hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik had het over Lewis. En elke keer als Lewis gevraagd werd naar George, hield hij de boot een beetje af in de voorbije raceweekenden. Hij zei continu van, ja weet je, Bottas is mijn ideale teamgenoot en Russell wil ik niet over praten. En vandaag had hij opvallend veel lof. Hij zei, ja weet je wat hij in Spa deed, hij was daar de man van het weekend en dat is ongelooflijk. En hij zei ook, onderlinge dynamiek, als dat gaat gebeuren bij Mercedes, gaat dat wel goed komen. Nou ja, dat zegt Lewis niet zomaar, die weet wat er gaat gebeuren. Een andere hint was Valtteri Bottas. Die zei ook, mijn volgende contract in de Formule 1 moet een meerjarige deal worden. Nou, dat kan eigenlijk niet bij Mercedes zijn. Want dat betekent, als Bottas het is, hè, wat niet gaat gebeuren. Maar dan blijft Russell nog even wachten. En dan gaat Mercedes Bottas nooit een meerjarige deal geven. Dus die meerjarige deal krijgt hij waarschijnlijk alleen bij Alfa. Of bij Williams, maar ik denk Alfa. En dat laatste hint kwam van Russell zelf. Hij zei, ja, ik weet al waar ik ga rijden. En dat zei hij met behoorlijke pretoogjes, een twinkeling in de ogen. Dus ja, 1-1 is in dit geval echt 3 en die gaat 100% naar Mercedes. Ja, het zijn mooie dagen voor George Russell. Ja. Je zei het al, Valtteri Bottas, die gaat waarschijnlijk naar Alfa Romeo. Ja. De man die daar plaats maakt is Kimi Räikkönen. Ja. We hadden gisteren net de Formule 1 update opgenomen, toen slingerde hij een Instagram berichtje de wereld in. Nou, daar wil ik iets over zeggen trouwens, over die timing. Die timing is opvallend, dat zegt niemand hardop, maar ik heb het in de pad ook wel een beetje gehoord. Dat Kimi daar ook een beetje zijn eigen team mee verrast heeft. Want Kimi gooide het op social en een persbericht was er niet. En vaak krijgen wij dan normaal het persbericht. En toen hebben die mannetjes van Alfa, die hebben vrij last minute een persbericht en een faseurquote in elkaar zitten timmeren. En die hebben ze een uurtje later opgestuurd. Maar wat is nou het geval? Ze hebben Kimi toestemming gegeven van, jij mag het aankondigen, want dit is vorige winter al besloten. Maar Kimi, op welke reden dan ook, dat wilde hij niet echt zeggen, heeft gedacht, oké, bam, ik doe het op deze woensdag. En bij Alfa hadden ze dan, fuck, dan moeten wij wel heel snel reageren. Ja. Zou hij dan ook zelf die Photoshop hebben gemaakt? Nee, Kimi heeft totaal niks met sociale media. Dat hij thuis had aan zijn laptopjes gaan zitten. Nee. Ik zag gisteren onze collega Mark Bremer twitteren. Die zei, ik kan me niet eens een Formule 1 zonder Kimi Räikkönen herinneren. Nee. Dat zegt wel veel, hè? Ja, maar kijk, het is, kijk, Kimi zelf was heel nuchter. Hij is heel nuchter. Ja, altijd. Maar hij kreeg ook de vraag van, ja, wat ga jij hierna doen? Hij zei, geen idee. Het scheelt dat ik niet meer elke keer met jullie hoef te praten. Want hij vindt die pers, vindt hij niks. Maar goed, hij zei, weet je, het is nu wel zo, en dat snap ik wel. Voor een Formule 1 coureur is iedere dag je agenda is vol. Of het is een trainingsschema, of het is pers, of het is een sponsor, of het is een raceweekend. Hij zei, ja, als het aan mij ligt, ga ik eerst niks doen en ga ik eindelijk even bij mijn familie zitten. Ja. Dus dat snap ik wel. Dus Kimi was heel koeltjes. Maar eigenlijk alle andere coureurs werden er ook naar gevraagd. En Lando Norris, die vatte het mooi onder woorden. Bracht het mooi onder woorden. Hij zei van, Kimi heeft mede gezorgd dat de Formule 1 is waar het nu is. En zei Lando Norris, die zelf wel een prater is, het allerknapste vind ik dat Kimi dat heeft gedaan zonder bijna een woord te zeggen. Ja. Dus ja, weet je, het is een character op zijn compleet eigen manier. En die character is niet te vervangen. Ja, je had het zo straks al over PSV. Dan gooien we nu maar even geen woorden, maar de ader erin. Ja, zo. Nou ja. Ja. Even snel, favoriete Kimi herinnering in de Formule 1? Ja, dat zijn heel veel. Ik bedoel, naast het circuit heb je als een boordrijder die ijsjes die je aan de kind geeft. Maar op het circuit vind ik Suzuka 2005. Yeah. Uit mijn hoofd 17e op de grid door een gridstraf daar. En dat hij in de laatste ronde buitenom pakt en die race wint. Ja, dat is gewoon compleet legendarisch.
En als ik nog een tweede mag noemen, denk ik, zijn wereldtitel is te obvious, dan is het Abu Dhabi 2012, bij zijn terugkeer, Lotus. Leave me alone, I know what I'm doing. Ja. En dan de eerste overwinning daar, dat is ook wel een iconisch momentje. Ik dacht, je maait ze allebei voor mijn voeten weg. Maar ik wilde een ander moment het Abu Dhabi noemen. Achter een safety car, wat langer in het stuk. Oh ja! Het hele veld is verbanden op het wandel. Ja, hij rechtdoor. ja, klopt. Ja, die is ook leuk. Ja. Fantastisch. Ja. Wat is jouw favoriete key moment? Deel het even in de comments. Vinden we leuk om, te weten. Misschien maken we aan het einde van het jaar nog wel een hele leuke compilatie van alles. Daar gaan we het vast nog over hebben. Voordat het zover is, afscheid van Kimi. Ja. Eerst maar even door naar morgen. Belangrijke dag. Wordt eindelijk gereden. Ja. Mag ook wel gebeuren nu. Ja. Wordt er nu wel of niet met open achtervleugel gereden in die combo? Ja, goede vraag. Mensen kunnen er geld op inzetten, denk ik. Nee, morgen 100% niet. Ik hoorde Arie Luijendijk, waar die bocht naar vernoemd is, nog met een voorstel komen. Die zei, laat anders vandaag één auto op de baan rijden, dus op donderdag. Kijken of het kan en gooi het dan open. Maar forget about it, dat durft de Formule 1 echt niet aan en Pirelli ook niet. Dus morgen 100% niet. Maar iedere vrijdag na de training gaat Pirelli meteen die data analyseren. En er is een kleine kans volgens Jan Lammers, als dat heel positief is, dat ze het vanaf zaterdag wel vrij gaan geven. Maar ik heb daar persoonlijk een beetje mijn bedenkingen bij, omdat eigenlijk iedere dag is compleet anders. Ja. Kijk, morgen kunnen zij wel die data analyseren, maar zaterdag gaat het echt in Q3 vol op de limiet. Is een andere load op de banden. Zondag heb je een race trim waar de bandenslijtage heel anders is. Is een andere load op de banden. Dus je neemt hoe dan ook een risico, denk ik, als je het vrij gaat geven. En als ik de FIA, de Formule 1 en Pirelli een klein beetje inschat, dan denk ik dat ze het zeker voor het onzekere nemen en het zo laten. Ja. Mooi, hè? Formule 1. Het gaat al 2 dagen over een achtervleugel die een paar honderd meter opengeklapt mag worden. Ja, en het grappige is, sommige coureurs, waaronder Max, zeggen het maakt me eigenlijk ook geen zak uit. Ja. Hij zei, ik weet niet eens of het heel veel verschil gaat maken. Ja. En Max had ook wel begrippen voor het besluit. Want hij zegt, ja, wat zo'n banking doet, die auto wordt eigenlijk tegen het asfalt aangedrukt. Dat is voor de Formule 1 al, nou ja, niet compleet nieuw, maar in de recente historie wel nieuw. En dan weet je ook niet wat het effect van DRS gaat worden. Dus er is wel begrip voor dat ze even 1 stap zeg maar, per keer willen nemen. Ja, goed. Morgen 2 vrije trainingen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja. Hoe laat gaan we beginnen? Om 11:30. Ja. En het is volle bak actie, hè? Want het is maar 2 keer een uurtje. En niemand weet eigenlijk iets van Zandvoort op de simulator data na. Dus mensen die hier komen, die gaan denk ik heel veel auto's zien passeren. Ja, goed. Morgen aan het eind van de dag zijn wij er weer met een nieuwe Formule 1 update. Gaan we uitgebreid terugblikken op de vrijdag hier in Zandvoort. Abonneer je op ons kanaal en zet meteen het belletje aan. Dan zie je meteen wanneer die video online staat. En dan zien we jou morgen weer. Yes. Waar gaan we morgen staan? Goeie vraag. Ja.